Hallo dames en heren, super tof jullie terug zijn bij deze goede video. Dit is de Flowkey en vandaag gaan wij 40 tips en tricks behandelen. Ik ga jullie 40 tips en tricks laten zien. 40, ongeveer 40. Ik kan zeggen 50, ik kan zeggen 30. Maar 50 doet iedereen, 30 niet en 40 ook niet, dus daar heb ik gekozen voor 40. Dat is gewoon super slim. Dat zijn 40 dingen in plaats van 50. Waarom weet ik niet. Goeie keuze. Ik vond het een goede keuze. Dus die gaan we even behandelen. Dus tips en tricks. Een klein beetje tussendoor. Omdat ik best veel vragen krijg. Hoe sommige dingen werken. En sommige dingen. Het beste te doen. Of, ik krijg er best veel vragen over. Dus vandaar dat ik even een videootje erover maak. En dat is. Hebben jullie gelukt als deze keer. Dus ik zou zeggen. We gaan even meteen beginnen jongens. We wachten niet langer. Ik ben dus even naar Customs gegaan. Ik kan hier even naar de buiten area gaan, maar blijf even lekker binnen. Je ziet die tactical devices er zo ook goed. We beginnen met het checken van onze Mac. Het checken van onze Mac doen we met Alt-T. Alt-T. Checken van je Mac. Het checken van je fire mode zonder dat je dus het geluidje maakt. Het tikgeluidje doe je met Alt-B. Ik hou het Alt ingedrukt. Op B. Als je ziet rechtsonder staat een full auto. Het toggelen van je fire mode is op B. Dan hoor je ook die klik. En als jij dus in een gevecht zit en je bent aan het twijfelen op wat voor fire mode je gun staat, doe je dus Alt B en dan hoor je het silent. Of dan hoor je het silent, dan hoor je het niet, zou ik zo zeggen. Want anders moet je dus dubbel klikken en hoor je die klik. Dan heb je kans dat enemies je horen. Je hebt een quick reload. Game quick reload als je dubbel op R klikt. Maar daar reload je sneller. En dan heb je wel dus dat je je mag dropt. Je reload iets sneller, maar niet heel veel sneller. Het valt op zich wel mee. Je ziet het verschil, ja. Het is bijna niks. Maar dus dubbel R en heb je dus die snelle drop. Als je dus loopt en je doet je scrollwiel naar beneden scrollen, dan ga je langzamer lopen. Doe je hem weer naar boven, ga je weer sneller lopen. Gewoon tijdens het lopen kun je gewoon met je scrollwiel je speed even aanpassen. Als je gaat zitten op C, dan weten jullie denk ik wel, C is dus naar beneden, crouchen. Als je C ingedrukt houdt, dan met je scrollwiel kun je naar boven naar beneden. En dan zie je dus dat je dus naar boven naar beneden gaat met je character. Ik heb mijn cam daarvoor staan, zie ik. Kan ik die even aanpassen? Zo kan ik die even aanpassen. We zetten hier neer. Let's go. Dat is gewoon super. Je houdt C ingedrukt, je gaat dus naar beneden naar boven. En zoals je ziet... ga je dus met je terkte naar beneden en naar boven. Q en E is dus het leanen. Als je op Q drukt. Of op E drukt ga je de rechter lean. Op Q linker lean zoals je ziet. Op zich is het wel makkelijk om zo een keer wat corners te pieken. Ik gebruik het echt vaak. Om zo een corner te pieken bijvoorbeeld. En als je dan iemand ziet of je wordt beschoten, ben je meteen weer terug in cover. Met het loslaten van je knop. Als je zit of als je staat en je houdt E of Alt ingedrukt. Je drukt op E, dan ga je helemaal verzitten. Met heel je lichaam ga je dan verzitten. De hoek is ook iets groter dan je dan kan zien. En het is ook gewoon super makkelijk om ooit zo te pieken, zeg maar. Dit kun je ook doen met als je Alt indrukt en je drukt op D. Dan kun je dus, zoals je ziet, zo instellen. En dan ga je helemaal naar rechts toe en blijf je zo ook letterlijk staan. Dus als je ooit een narrow... Of zo wil pieken of weet ik veel. Je wil niet helemaal die lean zo doen. Je wil maar een klein beetje. Hou je Alt ingedrukt. En je drukt op D of op A. Dan heb je dus deze manier van pieken. Je kunt ook, als je Alt hebt ingedrukt. Kun je dus zo over objectives heen schieten. Zoals je ziet. Je kunt het ook met om een hoekje heen. Dus Alt in Alt gedrukt. En je drukt op B. Ga je dus omhoog kijken. Druk je op S. Kun je dus om een hoekje heen schieten. Ooit is het wel makkelijk, ik gebruik het eigenlijk nooit, maar het kan ook makkelijk zijn in een bepaalde situatie, zodat je denkt van, oké, hij reloadt mijn mag niet meer. Geen idee waarom niet. Nice. Dus dat kan volgens mij op meerdere posities, maar ik weet het niet zeker, of alleen deze. Ik zei al, ik gebruik het vrijwel nooit. Het is alleen maar S en op het hoekje en op way, Alt ingedrukt houden. Een tactical device, als je op T drukt, zet je een tactical device aan, mits je hem natuurlijk mee hebt, dus op je gun hebt gezet. Als je Ctrl inhoudt en drukt op T, dan verander je de manier van, of de mode van jouw
tactical device, een flashlight of een laser of whatever je erop hebt zitten. Sommigen hebben alleen maar een flashlight, sommigen alleen maar een laser. Dus control plus T om je tactical te doen. T is af en aanzetten. Als je een ADS bent in jouw met jouw scope en je hebt er een backup scope op zitten, hou je control en je drukt rechter muisknop om te switchen tussen jouw scope. Control, rechter muisknop. Ik heb even een andere scope meegenomen. Dit is ook even een tip voor de meesten. Als jij dus van scope wil verwisselen of je hebt iets anders gevonden of weet ik veel wat. En je doet het dus zo, dan zie je dat je de animatie krijgt. Dit duurt even voordat hij dit dus doet. Want je krijgt die animatie. Als jij jouw knife pakt en of een andere secondary gun, dan doet hij dit instant. Dan heb je die cast tijd niet meer om dat te doen. Dat kan met een tactical, dat kan met van alles. Dat kan met vrijwel alles wat je erop wil zetten op je gun. Ik heb dus even een andere gepakt. Een 1 keer, 4 keer of 6 keer. Je ADS die houdt altijd gedrukt. Rechter muisknop is dus het inzoomen en uitzoomen van jouw scope. En in tegenstelling van de control right click is dus het verwisselen van je scope. Ik heb hier nou dus geen backup op zitten. Dus ik kan control rechter muisknop doen. Er gebeurt er niks. Dit is de enige site die ik erop heb zitten. Als je alt indrukt en je drukt op R, dan trek je jouw mag uit jouw gun. Je drukt het terug in je back of in je tactical rig of in je pockets. Ligt eraan wat voor dingetjes je hebt. Ooit is het makkelijk als je maar één mag bij hebt of zo. Om dan maar af te toppen. Kun je hem dus hier in je pockets of in je rig kun je hem maar aftoppen. Kun je hem terug in je gun doen. Als je heel skier bent is dat wel ooit makkelijk. Het binden van items. Je kunt items binden aan cijfers. Als je ziet, je kunt ze er naartoe slepen, maar je kunt ook met je muis erop gaan staan. Plus het cijfer intypen die je zou willen. Hou je controle in met je muis erop. 4, 5, 6, 7, 8, 9 of 0 kun je kiezen. Ik heb hier een nade bij. En waarom heb ik het bij? Om jullie te laten zien. Als je een nade bindt, iedereen weet, op G. Als je op G, of iedereen. Als je op G drukt, gooi je een nade. Je gooit hem altijd dan meteen recht vooruit, zeg maar. Dus je gooit hem altijd naar voren toe met een opwaartse gooi. Als je hem bindt aan een key en je drukt op rechter muisknop, dan gooi je hem dus onderhand. Dan heb je dus veel lagere. Veel lagere gooi. Je kunt dan over objectives heen gooien of zo. In plaats van dat je hem omhoog moet gooien en dat hij ontploft voor je in je back of whatever. Is het ooit al makkelijker om dat te hebben? Dat is te weten. Als je GDS bent en je drukt op page up, page down, dan kun je jouw distance instellen. Jouw meters staan dus rechtsonder. Die in de meter staan. Ik gebruik het zelf nooit. Ik weet niet of dat echt legit is. Het is van alles afhankelijk. Wat voor kogel gebruik je, wat voor gun gebruik je. Hoeveel bullet velocity heeft hij. Noem het allemaal maar op. Dus het is puur een beetje het gevoel en de ervaring. Gewoon puur door de mildos te gebruiken op je red. Op je scope zal ik persoonlijk altijd aanbevelen om dat te doen. Dus die nadebind hebben we gedaan. Je weet nou hoe dat je dus items moet binden. Dit was hier in ieder geval voor eventjes voor dit deel van de controls. Ik ga even disconnecten en we gaan even naar de stash toe. In de stash gaan wij nog even wat andere dingen benadrukken. Even wat space efficiency trickjes en zo. Ik zeg al, dit is echt de basiskennis over de meeste. Dit is, maar... Zeg er wat om gevraagd en misschien heb je er wel iets aan. Dus iemand nog makkelijk. Als je terug bent in de stash. Dan gaan we eens even kijken hoe dat wij de stash goed kunnen organiseren. Waarom duurt dit nou zo lang? Ik heb geen idee. We zijn bij de character aangekomen. De allereerste wat ik jullie wil meegeven. Stack backpack in backpack. Heel belangrijk. Backpack in backpack doen scheelt je heel veel ruimte. Je kunt dus alles stacken in een backpack. Heel belangrijk. Altijd doen. Heb je losse spullen, net zoals ik zeg maar hier een pak suiker, druk ze in een rig. Doe al je shit die je niet nodig hebt of die je gebruikt, doe ze gewoon in een rig. Ik kan hier een helm neerzetten, maar ik kan hem hier ook inzetten. Heb ik nog meer ruimte in mijn stash, snap je? Doe alles in rigs, doe je backpack in backpack om zoveel mogelijk ruimte te creëren voor je eigen. Vooral als je nog geen IOD-account hebt, is het zeker een aanrader om alles zo goed mogelijk, alles in elkaar te stoppen, alles wat je kunt. Probeer zo snel mogelijk een Lucky Scav Dumbbox te krijgen. Vooral in het begin is het heel belangrijk om die eentje te hebben. Om je ruimte te krijgen voor je stash. Dat je heel veel items nodig hebt voor questen.
heb je echt gigantisch veel nodig. Voor je hideout, voor je quests. Je hebt heel veel items nodig. Dus dat is op zich wel een fijn ding om te hebben altijd. Om die eentje te kopen of te maken in je hideout als je zover bent. Ik heb hem gemaakt in mijn hideout allebei. Dus mij heeft het redelijk weinig gekost. Daarom heb ik er ook twee. Het draaien van items. Als je een item wilt draaien. Je pakt het met je linker muisknop op natuurlijk. En je drukt gewoon op R en je rotate hem automatisch. Op sommige momenten is het wel makkelijk om een bepaalde rig of bepaalde gun te draaien. In je cache of in je level waar je het zou willen. Het snel oppakken. Slash het equippen van je items. Houd control in. Linkse control. En je dropt het van je stash naar je rig. Die kun je dus ook in game doen. Als je dus iemand aan het looten bent. Dit is bijvoorbeeld de cherk of de enemy die je aan het looten bent. Doe je precies hetzelfde. Hou je controle in. Linker muisknop. En je sleet het meteen naar je. Het schiet meteen naar je eigen cherk toe. Als je alt indrukt en je drukt op een item. Equip je hem meteen. Stel een enemy heeft een armor. Je hebt zelf geen armor aan. Je wil hem equippen. Hou je alt in. Linker muisknop. Pof. En je hebt hem equipped. Mits de slot vrij is. Kun je dat dus altijd doen. Dus stel dat ik nou al een pistol heb. En ik doe dat, zie je, no free space voor dat item. Dus alleen als je dus een slot vrij hebt, alt, left click, pof. Meteen equippen die handel. Super makkelijk als je vooral wil quick looten, die controle niet alt. Ik gebruik ze altijd, letterlijk. Echt super makkelijk, want je kunt gewoon, ja, zoals je ziet, zo snel hier iets neerzetten. Wat je zou willen, dat is gewoon, ja, het is gewoon ideaal. Het is echt ideaal. Control left click, alt left click. Je ammo splitsen. Als je je ammo wil splitsen, je wil hier bijvoorbeeld 20 kogels van hebben, je houdt controle in, je versleept het item, je typt in wat je moet hebben, je drukt op enter en je bent klaar. Makkelijk wil je het hebben. Dus, slepen, control, het aantal intypen of dit balkje verslepen, accept en je hebt het gesplitst. Je hebt hier dus een soort knopje, die je dus indrukt, kun je alle dingen sorteren in je cases of in je stash of whatever. Zet je alles bij elkaar wat bij elkaar hoort. Gebruik het de laatste tijd niet meer. In het begin was het al makkelijk om het ooit te gebruiken. Even kijken, wat hebben we nog meer? Ja, heel belangrijk. Found raid items. Als je een raid item hebt, stel je voor, je gaat voor jouw hideout, ga je jouw bed station upgraden. Stel je wil jouw Mad Station level 3 hebben, heb je een LEDX nodig. Ik kende sommige mensen die hebben dus die LEDX gekocht en ze hadden één Found and Raid LEDX. En die Found and Raid LEDX heb je nodig voor je quest op een gegeven moment die je in moet leveren voor een Tick Items Case. Die wil je dus niet kwijt als je er eentje gevonden hebt, want dat is best een rare item om te vinden. Dus wat doe ik dan altijd? Als ik niet wil dat die het Found and Raid item gebruikt, dan doe ik het Found and Raid item in mijn tactical rig of whatever, in mijn backpack, in ieder geval op mijn character. En dan ga ik naar de upgrade en dan upgrade ik het ding wat ik wil upgraden. Dan pakt hij dus het niet found and raid item uit jouw stash, pakt hij dan. In plaats van uit je character. Dus als je een LEDX hebt, niet found and raid, heb er eentje gekocht. Doe de found and raid in je backpack, upgrade je mad station. Dit is een van de simpele voorbeelden. Kan met hoses, kan met alles wat je zou willen. Kun je dus op je character doen, dan pak je hem eerst uit je stash als je een main stash hebt. Heel belangrijk. Het kan je gewoon een LEDX extra kosten, zeg maar, om te kopen of om te zoeken of whatever. Even kijken. Je kunt als jij je Mac hebt, kun je dus mijn rechterbouwschip unloaden, dat weten jullie. In stash, load, ammo, dat is nieuw sinds 2 wipes. Klik je aan, rechterbouwschip en je load de ammo die je zou willen hebben. Heb ik nog een filterbare item. Heb ik in de eerste video ook al uitgelegd. Filterbare item is het item wat je zou willen hebben. Link search is dus gelinkt aan het item dat je hebt. Required search is dat je... Oh, hier zitten geen trades op. Misschien zitten hier wel trades op. Waarschijnlijk wel. Kijk, dus dit is dus voor een trade. Required search. Wat heb je voor nodig voor een bepaald item te kopen? Gebruik ik niet heel vaak. Ik trade bijna nooit. Ik koop meestal alles. Meestal verdeliger dan traden. Maar proberen ze toch een poot uit te trekken. Dus. Het middelste muisknopje. Als je naar fans toe gaat bijvoorbeeld. Dan kun jij
Met de middelmuisknop kun jij examinen. Ook in raid, middelmuisbutton is examine. Bij fans heb je dus heel veel items. Zoals je ziet, iedere keer komen er nieuwe bij die ik ook niet examined heb. Het is heel makkelijk om dit dus te doen. Om hier naartoe te gaan, om al je items te searchen. Want stel dat je dus ergens komt in een raid en je hebt een gun en je hebt die mag niet examined, kun je je mag niet reloaden. Dus zorg dat je heel veel dingen examined hebt om problemen te voorkomen, om dingen op te pakken, backpacks of whatever, alles dat shit. Dus bij fans is het heel makkelijk om dat te doen. Middelmuisknop is examinen. Middelmuisknop is ook het folden en unfolden van je stok. Middelmuisknop, unfold, fold en stok. In raid, zowel als in je stash, altijd is dat de key. Probeer chests te krijgen voor max efficiency in je hideout. Of in je stash, zoals ik al zei. Dit krijg je, best veel krijg je van je quest. Dus probeer te questen, krijg je meer items, krijg je meer alles. Meer ruimte in je stash. Je hebt, ja, het is gewoon veel voordeliger voor alles wat je zou willen. De delete knop. Je kunt items dus deleten. Voor mij is default of I of delete. Een van de twee. Ik durf het niet met zekerheid te zeggen. Ik heb hem gebouwd op een muis. Je kunt dus, als je in raid bent, kun je dus met je delete knop, kun je dus items meteen droppen. Stel je vindt een fresh Shalewa. Als er jou nog 150 is, drop je je Shalewa. Of je wil hem uitwisselen. Als je hem wilt droppen, druk je die knop in. En hij dropt hem meteen in raid. En hier kun je dus dingen mee discarden. Destroyen. Bijvoorbeeld, maakt niet uit. Stel dit item, meestal verkoop ik het, maar je wilt het niet verkopen. Oké, destroy je klaar. Weg. Krijg je er geen geld voor natuurlijk, is het wel gewoon weg. Hebben we nog iets meer? Nee, niet echt iets over de stash. We gaan even, heel even snel over die heavy bleed en die light bleed. Ik denk dat ik ook al vragen over heb gehad. Je hebt dus heavy bleed en een light bleed in game tegenwoordig. In heavy bleed kun je stoppen met een hemostat of met een destroy, een S-match. Dit is een single use heavy bleed stopper. Dit is een 3-time use heavy bleed stopper. Stopt alleen heavy bleed, hield verder niks. De Shalewa kun je ook heavy bleed mee stoppen. Kost alleen 175 punten van je Shalewa. Maar je kunt er wel nog een heavy bleed mee stoppen. Stel dat je dus geen hemostat of een S-match bij hebt. Painkillers. Painkillers gebruik je als je stelt dat je hebt een blacked out limb of je hebt een gebroken been of whatever. Niet gebroken. Je moet altijd blijven rennen als je op painkillers bent. Makkelijk om te weten. Hou wel in de gaten. Stel dat je een blacked out thorax hebt of een blacked out head. Die dus doodgebloed is. Dat kan dus. Dat je dus je thorax of je head blacked out hebt. Die kun je dus ook niet repareren. En je hebt een gebroken been bijvoorbeeld. Let dan wel goed op dat je dan niet gaat rennen. Want stel dat je een blacked out limp hebt en een blacked out thorax of head. Je krijgt 1 damage daarop, val je meteen dood neer. Instantly. Without any mercy. Weet je dat ook? Let daar goed voor op. Een CMS heb je en dan heb je een survival kit. Wat is daar het verschil tussen? Een Surf 12 heeft 15 uses en het hij brengt 60 tot 80% van je limp terug. En een surgery kit geeft 40 tot 60% dacht ik van je limp terug. Dus stel dat je dus je thorax eruit hebt of je arm eruit hebt liggen met 60 punten. Een CMS geeft je daar bijvoorbeeld 40 voor terug. En een, of 30, dus ook random. En een surf geeft jou daar 45 voor terug of 50, whatever. Deze kan je ook gebruiken toevallig als fracture, dus als een splint. Een splint hebben we dus hier ook staan, ergens. Hier natuurlijk. Oude splint is 5 uses. Heb je gebroken arm of gebroken been, gebruik je splint om hem te fixen. Kun je dus ook met de Surf 12 doen. Scheelt je 1 slot. Het is wel een hele dure manier om dingen te gebruiken, splint te gebruiken. Hij heeft 15 uses, het duurt 20 seconden. Deze duurt 16 seconden. Dat is het verschil. 1 slot minder. Dus blacked out limbs kun je dus repareren. Behalve je thorax en je head kun je dan niet meer repareren. Zoals ik al zei. Dit kun je allemaal repareren. Je leftarm, je arm, je benen en je stomach. Ik gebruik dus altijd keybinds voor mijn mat. Ook dit is op precies dezelfde manier. Je houdt controle en je drukt op het cijfer dat je zou willen. Ik doe altijd, ik neem dit altijd standaard mee. Zeg maar, dus dit is altijd manier 4, 5 en 6. Dat hieronder ook netjes bij mij. Dus dat zijn de manieren hoe ik hem altijd bind. Dat is ieder voor zich. Je moet zelf weten waar je jouw keys op bindt. Dat is je eigen voorkeur.
Ik neem dit eigenlijk altijd mee, puur om dus een heavy bleed te stoppen. Painkillers voor het geval van nood. Als ik dus hier mijn Vaseline niet kan poppen of zo. Stel dat ik een gebroken been heb. Ik word een been geschoten en mijn painkillers die zijn er niet. Pak je snel dat ding, kan ik in ieder geval wel in ieder geval wegrennen of weglopen of whatever dat de situatie ook is. Ik denk dat dit een heel eind even de dingetjes zijn. Oh, ik heb trouwens ook light bleeds. Ik heb helemaal geen light bleed toegelicht. Je hebt bandages en je hebt debandages en je hebt pieces of cheese. Oké, okay, nice. Dankjewel, Taco. Een piece of cheese. Waarom dat je die nou niet koopt, ik heb geen idee. Hallo? Je hebt dus een normale bandage voor light bleed te stoppen. En een andere, een army bandage met twee uses om een bleed te stoppen. Je hebt dat piece of cheese, AI 2, met 100 HP om te healen. Het geeft alleen puur HP terug. Het doet verder helemaal niks. Kijk, maar dus als je een piece of cheese gebruikt, stopt geen light bleed, stopt geen heavy bleed, stopt helemaal niks. Alleen HP teruggeven. Een Selewa stopt dus een heavy bleed en een light bleed. Allebei stopt het. En een IFAC die stopt het tegenwoordig ook. Een heavy bleed voor 210 HP. Dus bijna meteen heel je IFAC. Die vreet die op. Hij stopt ook light bleeds. Single slot item. Ik zou tegenwoordig meestal voor de Selewa gaan in plaats van voor een IFAC. Dus heb ik een IFAC bij als backup. Als ik ooit in een fight kom of zo. Het is best intensief. Dit zijn een klein beetje de heal dingen die ik nou even snel even toelicht. Nog een keer. Heb ik in mijn eerste video ook al gedaan. Dit is de video van vandaag. Ik hoop dat jullie er iets aan hebben gehad in ieder geval. Voor alle tips en tricks die ik jullie heb gegeven. Sowieso ja, doe even dat blauw lampje omhoog. Vergeet even niet te abonneren beneden op mijn kanaal. Dat zou super top zijn. We hebben de 100 abonnees gehaald eindelijk. Ik ben echt fucking trots op. Echt, ik ben super blij. Thanks voor de support boys. Echt super super thanks. Mocht je nog vragen hebben of iets. Of wil je nog meer tips en tricks hebben. Laat het even weten in de reacties. Of join mijn Discord. Of join de Twitch stream. Woensdag, donderdag en vrijdagavond ben ik dus eigenlijk altijd wel live. Met live gameplay en live doodgaan met Floki content. Mocht je er interesse in hebben, check het even staan beneden in de beschrijving. Voor nu zou ik zeggen, thanks for watching. Bye bye.